the action that's coming to you live from Mulheim, Germany. The PartyPoker.net European Darts Championship, brought to you by the Professional Darts Corporation. We are live on ITV4. Time to meet the players. Ladies and gentlemen from Belgium, and a runner-up in the World Cup of Darts, it's the Hurricane Kim Heijbrink! RWE Sporthalle in Mulheim in Duitsland. Niet zo heel ver over de Nederlandse grens. Wel iets verder over de Belgische grens. Eén broertje Huibrecht staat al in de tweede ronde. Dat is Ronnie die Stuart Kellert versloeg. En nu Kim, en die heeft wel een iets zwaardere tegenstander. Ja, de verdedigend kampioen Simon Whitlock. Maar ja, dat zal Whitlock toch ook denken. Toen die loting kwam, was Kim Huibrecht toch een van de mannen waarvan je dacht van nou, als ik mag kiezen, dan die maar liever niet. Nou, je hebt geen keuze. De nummer 5 van de wereld moet het daarom in de eerste ronde opnemen tegen de nummer 14 van de wereld. Want dat is Kim Huibrecht inmiddels al. Best of Elflex, wie er als eerste 6 heeft, die gaat door naar de tweede ronde. En het is Huibrecht die begonnen is. Ja, Whitlock die dus het toernooi vorig jaar won door in de finale West Newton met 11-5 te verslaan. Maar in de halve finale stond hij tegenover deze tegenstander, Kim Huibrecht. Het verschil was toen 2 legs, 11-9. Maar dit is een nieuw jaar en dus een nieuwe kans voor Huibrecht. Om Whitlock dan nu wel te verslaan. Die halve finale van vorig jaar was de eerste ontmoeting tussen de twee. Tijdens een televisietoernooi, de eerste ontmoeting tussen de Australiër en de Belg. 68. Geen 153 finish voor Whitlock. Even kijken wat hij gaat doen.
Triple 18 misschien met de laatste proberen. Of de bol. De laatste probeert hij. En raakt in enkele bol. Huibrechts voor de eerste leg naar dubbel 16. Gaat gemakkelijk. En vol overtuiging. De laatste die Kim Huibrechts een kus gaf bij zijn opkomst was ook zijn broer Ronnie. 137. De hele familie stond klaar. En Whitlock. Met diezelfde enorme glimlach als altijd. Waarschijnlijk genietend van elke opkomst weer. Hij is mateloos populair in Duitsland, deze Simon Whitlock. Ze breken echt de tent voor hem af hier. Ja goed, dat is allemaal mooi en aardig. Maar daar heb je helemaal niks aan als je nu die wedstrijden niet wint. Voorlopig is het Huibrechts die het tempo aangeeft. En om Whitlock te breken. Vanaf 116. Dat lukt niet. Maar ja, kijk, Whitlock staat nog op 152. Dat was ook niet zomaar gedaan. Nog een triple 20 en dubbel 16. Kan wel voor Whitlock natuurlijk. 152. Komt er niet. Oeh. En toch zal Huibrechts even geschrokken zijn. Nee, op 75. En dus naar dubbel 12. 63. Whitlock nog, toch nog de kans op dubbel 8. Een dubbel 8 gerooid. En hier was brood nodig. De eerste van de partij gegooid door Simon Whitlock. En daarmee heeft hij het initiatief overgenomen van Huibrechts. En gaat hij als eerste naar de finish. En dit is dan voor de break. Zo snel kan het dus gaan in de vorige leg. Had Huibrechts de kans, die miste. Nu krijgt Whitlock de kans via 16. En dubbel 9. 63. Die zit er ruim naast. Nou ja, 117. Gaat er niet af. 43. Simon, you require 18. 19. Ja, en dan is hij weg, want dan gooit hem aan de binnenkant. Daar komt Huibrechts heel goed weg. Maar ja, komt hij ermee weg? Dan moet hij hem zelf nog wel uitgooien. 24 en tops. Eén kans dus. 34. Nou, noem het maar een kans. Je kunt je toch niet voorstellen dat Australië nogmaals gaat missen.
Nee, nu zeker niet meer. Ook in de herhaling niet. Van 1-0 achter naar 2-1 voor. Met kans op meer. En waarbij de mannen als een hurricane zo'n beetje uit de startblokken kwamen, is de wind nu toch echt wel gaan liggen. Laten allebei dik boven de 100 gemiddeld naar twee legs en dat zakt richting de 90 of onder de 90 nu. Niet voor Huibrechts in ieder geval. En ook niet voor Whitlock. 139. Ja, beide mannen weten dat er een lastige wedstrijd zou volgen vandaag. Die loting wordt gedaan en dan, ja, je denkt allebei, dat had beter gekund. En je weet ook allebei dat je het ermee moet doen. Whitlock, 148, nee. En dus Huiber is zo dadelijk met de kans om terug te breken. De winnaar van deze partij speelt in de volgende ronde tegen Colin Lloyd overigens. Triple nodig, niet gegooid. 56. Timing you require 20. Voor 3-1. Andere kant op. Daar. Opdracht voor Huibrechts is om voor de pauze in ieder geval terug te komen tot 3-2. En dan maar weer verder te zien. Hij staat één break achter. Het is een toernooi dat Whitlock wel goed ligt. Want vorig jaar natuurlijk winnaar hier. Het jaar daarvoor haalde hij ook al de halve finale. Toen vond hij zijn waterloo tegen Phil Taylor. Ja, hetzelfde kunnen we natuurlijk wel zeggen van Kim Huibrechts. Die zijn naam vestigde op dit toernooi. Toen hij als Europese qualifier binnenkwam 2 jaar geleden. Huibrechts op 126, triple 19. En bullseye heeft hij nodig. Kim Huibrechts. Oei, die had hij goed kunnen gebruiken. Die had hij goed kunnen gebruiken. Ja, dan Whitlock met de triple 10 en Whitlock nog niet met de dubbel 18. Het is voor 4-1, Simon Whitlock. Nou, dit had een knock-out kunnen zijn, hè? Als hij deze had uitgegooid, dan was het bijna gedaan. Huibrechts. Eén pijl nog in de hand en ook hem lukt het niet. Ja, dat is de druk, denk ik, bij Huibrechts, die nu zijn tol eist.
Is toch weer de Wizard voor 4-1. Parkeert hem in de hoek. En de Wizard staat er uitstekend voor tegen Kim Huibrechts. In de eerste beurt van de zesde leg van deze partij voor Simon Whitlock. En Kim Huibrechts, die twee breaks achter staat, weet dat hij heel goed moet presteren nu. Ja, hij speelt wel met agressie, Kim Huibrechts. Dat hou ik wel van. Spelers die dat in hun spel hebben zitten. Ik hou niet zo van dat vlakken dat... Geen emotie tonen. Mag best een beetje emotie bijkomen. Huibrechts weet het altijd goed te brengen. Whitlock uit het ook wel, maar iets minder fanatiek. Dat is één. Dat is twee. En... dat is geen 3. En dan moet Huibrechts dit uitgooien als hij nog wat wil in deze wedstrijd. 85 moet uit. 20. En bullseye. En hij gaat niet. En dan is het klaar. En als Whitlock dubbel 10 gooit. Weer in de buurt van het getal 10. Dat gaat de goede kant op. Nou, dan moet het echt gebeuren voor Kim Huibrechts nu die dubbel 8. Ja, het gebeurt. Huibrechts pakt in ieder geval een break terug. Ja, zo klein kan het verschil dus zijn tussen feitelijk einde van de partij. Ja, dat is einde van de partij als Whitlock hem uitgooit. 5-1 kom je echt niet meer van terug. En nu 4-2. En als Huibrechts ook deze leek nog binnenharkt, dan ook nog 4-3. Nou ja, goed, het voordeel dat hij heeft is dat hij de oneven legs in deze partij mag beginnen. Mocht het dus eventueel tot een beslissende helft komen, dan mag hij hem beginnen. En Whitlock loopt ook nu met de wetenschap in zijn hoofd rond dat hij deze partij eigenlijk al in het slot had moeten hebben. Allemaal kleine psychologische puntjes die meewerken. En soms ook tegen kunnen werken. 97. Ja. Daar gaat hij weer. Dat is de tweede na de pauze. Zes darts voor 124. En dus gewoon weggezet. Geen risico's genomen. Het is niet het moment voor gallery play nog. Niet zoveel ruimte meer. Toch net genoeg. Boom! Dus. 4-3. Dat ziet er al heel wat beter uit dan 4-1. 97. Zit er nog meer in het vat voor de Hurricane. De kuifje van het darts. Voltieten.
76. Ja. Ja, en wat een verschil maken dan drie gemiste darts van Whitlock op die dubbel 10, hè? Dat is de derde lek op rij dat Huibrechts boom mag roepen. Voor een maximale score. Hij staat wel heel erg met zijn schouder te manoeuvreren nu, hoor, in deze beurt, Huibrechts. Whitlock op 170. Geen triples. Huibrechts wel, die zit er lekker in. Die ook, dubbel 10 voor Huibrechts. Die dubbel 10 die Whitlock niet kon gooien. Neemt daar even zijn tijd voor en gooit hem niet. Dus Whitlock 112. Om ons nog een belangrijke slag te slaan. Hij gooit geen 112. Hij gooit slechts 41. Wordt het dan ook nog 4-4. Alle kans daartoe voor Huibrechts via dubbel 5. Niet aan de binnenkant. Nu moet hij er gewoon in en hij gaat erin. Ja hoor. Kim Huibrechts helemaal terug in deze wedstrijd. Drie legs op rij, pakt hij. Kijk eens eventjes. Daar moest even wat emotie uit. En dus heeft hij bij deze gelijke stand de touwtjes weer in handen. Zo is het ook. Ja, en dat heeft Whitlock dus zelf laten gebeuren. Die zesde leg, daar draait het allemaal om. Maar vanaf dat moment is het bij Whitlock fout gegaan. Henk, je moet eerlijk toegeven, Huibrechts blijft ervoor spelen, blijft erin geloven. Dan dwing je ook wat af richting je tegenstander. Maar Whitlock, oei oei oei, die zal slecht slapen hoor als hij deze partij nog verliest. Als titelhouder, als enige winnaar van dit toernooi die geen Phil Taylor heet. Nee, je zei het al. Hij heeft al wat weg van Kuifje, deze Kim Huibrechts. Nou, het worden dan de avonturen van Kuifje in Duitsland dit weekend misschien wel. Die is goed. Triple 17 voor de Australiër en dubbel 18 voor Whitlock. 147! Wat scheelt het? Bijna vanuit het niets, hè? Dan pakt hij dat toch nog. Bij 1-0 had Huibrechts zijn enige voorsprong in deze wedstrijd. Zo, die eerste was er ver naast, die tweede was er ver naast. Maar met name die eerste, zeg, die landde in een andere postcode zowat. Whitlock naar dubbel 9. Geeft het cadeautje aan Huibrechts, krijgt het cadeautje nu weer terug. Nou ja, dat is een soort van televisieshow die ik wel eens gezien heb, waarbij je een pakketje van de een en de ander doorgeeft, totdat het ontploft. Het ontploft nu in het gezicht van Kim Huibrechts. En dus heeft Huibrechts nu niks meer weg te geven. 190.
Ja, weet toch niet van opgeven hoor, de Belg. Mooi om te zien, hè, die Huibrechts. Whitlock trouwens ook hoor. Maar het zijn allebei van die rustige jonge mannen. En dan staan ze aan de hockey. 59. En dan laten ze toch een andere kant van zichzelf zien. Ja, vooral Kim dus. En come on zijn de favoriete stopwoordjes van allebei. Eén met een Australisch accent. De ander toch in redelijk vloeiend Engels. 105. Het is voor de wedstrijd, hè? Want het is maar tot 6 gewonnen legs. Triple 19 is gegooid. 17 voor dubbel 18. Whitlock. Whitlock is door naar de tweede ronde. En Kim Huibrechts ligt eruit. Hij verliest met 6-4 van The Wizard.